Ik ben hier bij Kentekenloket autobedrijf Theo van der Heijden om de winnaars van de Droombarrel-actie te feliciteren. Karen en Dennis, gefeliciteerd! Jullie Droombarrel! Dankjewel! Dankjewel! Hoe voelt dat? Goed. En was dit nou eigenlijk jullie Droombarrel? Eigenlijk was onze Droombarrel een Nissan Sunny. Die bleek nogal lastig te vinden. Zodoende kwamen wij een Toyota Starlet op het spoor. Ja, daar hebben we ook wel goede herinneringen aan. Ik heb hier de sleutels, maar we doen eerst even een autocheck en we gaan zorgen voor een nieuwe APK. Fijn, top! Waar let je nou op bij een autocheck? Nou, we controleren even het oliepeil, de koelvloeistofpeil, de ruitenwisselbladen, de verlichting rondom de auto, de bandenspanning, het bandenprofiel controleren we altijd eventjes, dat die in orde zijn, de remmen en de algehele staat van de auto. En het ziet er goed uit? Het ziet er goed uit, je kunt veilig de weg op. De autocheck is gedaan, APK goedgekeurd, dus we kunnen gaan overschrijven. Wat heb je allemaal nodig als je een auto gaat overschrijven? Van de koper heb ik een rijbewijs, identiteitsbewijs of een paspoort nodig. En van de verkoper heb ik het originele kentekenbewijs nodig. Rijbewijs. Dankjewel. Alsjeblieft. Het is een Toyota Starlet, het komt op naam van Van der Heijden. Klopt. Dit is de naamstellingsverslag. En je krijgt binnen 5 werkdagen een RDW, een A4'tje met een pasje erop. Deze code die kun je dan weer invullen op de 4 lege vakjes op het andere A4'tje. Die code moet je goed bewaren, want die heb je straks weer nodig als je de auto ooit wilt verkopen. Okay. Dit is uw vrijwaringsbewijs dat de auto niet meer op uw naam staat. En het kan zijn dat de verzekering erom vraagt om uw verzekering op te zeggen. Oké, bedankt. Graag gedaan. Alsjeblieft. Dankjewel. Veel plezier ermee, hè? Dankjewel. Dankjewel. Doei.